Ja, wij zijn klaar voor de jaarwisseling. Eindelijk. Eindelijk. Ja, we hebben denk ik een heel leuk jaar gehad. Ja. Wat? We hebben veel gedaan. Ja, we hebben heel veel gedaan. Heel leuke veel dingen online. Gedaan. Heel veel online. Alles was online. Ja. Nooit verwacht dat jij carrière in online business ging doen. Ik wel, dat is altijd mijn droom geweest. Dat heb ik nu een keer kunnen waarmaken. Nou, proost AP'tje. Dankjewel. Maar ondertussen willen wij jullie vast een hele fijne jaarwisseling wensen en al een heel goed 2020. Nou, jullie wensen jullie een heel fijn 2020, ik en 2021. Dus aan de hand, we hebben een compilatie gemaakt. Ja, jullie gaan kijken naar allemaal hoogtepunten van het afgelopen jaar. Confetti in zijn oog, confetti in mijn nek. Aaron als vrouw. Ik als, nou ja. Blurry over zich heen en ik het allemaal. Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Hey, lekker kerst gehad. Lekker man, jij ook? Ja, zeker. Ja hoor, daar zijn we. Welkom. Ja, jij weet de naam niet. Hebben jullie thuis ook allemaal wat te drinken? Pak het nog even snel. De bingo is officieel geopend. Want wij gaan natuurlijk spelen de Goud en Leeuwis. We doen de rook af. We doen het vuur af. Hoe gaat het uit, Aaron? Vanaf maandag kunnen jullie reserveren. I kill you. Dit was natuurlijk iemand met de business. Ik kan je een tip geven. Hij is Nederlands. Ik zie jullie denken. Wij spelen het liedje nog een keer af. Dan hebben wij lekker gezellig hier in die tent. What a party, what a party. Ja, wij zijn Rembrandt van Wijn.nl. We hebben normaal lunchroom. Helemaal zenuwachtig ben ik. Ja. Ik heb er gewoon zin in, jongens. Ik hoop jullie ook. Nobody's right. Are you kidding me? Michelle. Lost. Modern World. 3 Days in a Wall and Woman. Kelai Enani. Is dit Theresa May? Is dit Stacy Upton? Of is dit Jacinda Ardern? Quiz drukken. Arak Katsnons. Swipe it away and you go with the bingo. New England Patriots. Michael Jackson, de moonwalk danser. Emma Watson, was dat Daniel Radcliffe? Was het Ruben Krijt of J.K. Rowling? 37, 37. Ja, we go international. Number 4. Oh, ik krijg te horen dat ik niet te horen ben. Thuis, let op, want het is natuurlijk wel serieus allemaal. Je moet rapper worden, we moeten sneller. Pas maar op. Ik lees dat we rapper moeten gaan, oké. Wat hangt er bij u in de lucht? U hangt in de kerstboom. Doe zelf rustig. Ja, doe normaal. Maar waar is je rode neus dan? Moet je nog een paar slokjes van die wijn nemen. Ja, neem nog maar een slokje wijn, dan krijg je vanzelf een rode hasses. Jij gaat naar fucking Burger Soe! Woe! En vlammen willen we! Woe! Misschien moet ik gewoon slikken. Dat is wel heftig, nee, ik kou gewoon door. Ja, en jij krijgt nog de groeten van Connie. Breuk. Oh, Veer. Connie Veer. Mina, man. Ik nam toch een hapje. Nee, wat... oh, ik kan niet eens een vraag stellen met die verbrande mond. Doe je best. Oh. Normaal is dat andersom. De organisator die geeft de vragen dan door. En dan, die wint dan toevallig. Ja. Oscar! Daar ben je weer. Oh, pas op. Lul. Was dit Matte en Marieke, Matti en Wietse, Koen en Sander of was het Giel en Belen? Leuke grap, hè? Super grappig. Ah, hey, ja, ik kan je niet zo mijn arm leggen? Ah, nee, maar ik wil het echt niet. Ik ga het echt niet doen. Ah, wat tyfus. Nee. Ah, nee. Ah, nee. Snelle en dingen hadden daar een nummer over geschreven. 17 miljoen netten. En die werden allemaal afgemaakt. Ja, maar waarom heb je 17 miljoen netten? Ja, voor jassen. Ja. Mondkraag. Ja, van die kampenjassen. Ah, dan loop je toch ook niet meer met mijn rol. Nee, blijf staan, want dan wordt hij helemaal para. Wat moet ik zingen? Nee! Nee! Lila! Lila! Nou, dit wordt weer niks. Lila denkt weer bingo te hebben. En de goede kaart graag. Noem die nummers maar op. Kan nog nooit. Even controle, even je kaartje laten zien. Oh ja, sorry. Nee, dit is een valse. Een valse bingo. 10, 28, 68 moeten nog. Nee. 50 en 60 zijn helemaal niet geweest. Ben jij eens even goed luisteren, nou? Jij luistert niet, Ruben. Je moet de bovenste en de onderste rij. En de onderste rij. Nee, ja. Ja. Zo ken ik hem ook. Je bent heel wit geworden. Je bent helemaal rood. Nu word je rood. Je bent nu gedisqualificeerd voor alle andere prijzen die nog beschikbaar zijn gekomen, helaas. Dit wordt het hele jaar koffie halen als jullie weer naar jullie kantoor mogen. Oh, niet. Nee! Niet heb waar. Je echt
Dat was 25 en 33 dan. Ik zie heel 67 niet staan. We spelen voor 3 rijen. Ja, zeg ik niet. We gaan snel door, want anders is het helemaal zonde van de tijd. Zo. Allemaal berichtjes van de juffers en meesters gehad. Sorry juffies. Sorry, we zijn er weer. Cora. Ancora. Is dat van die Mora reclame? Ik ken wel Okura Hotel. Apart. Typisch Apeldoorn. Apart. Beetje apart. 55. Nummer 55. 55. Kent van your cares. Hey. Ik zou het wel op de kaart willen hebben. Oké. Okay. Gadverdamme. Een kerstliedje is wel leuk. Ja, stop maar. Heel mooi. We gaan gewoon door. Martine is gedisqualificeerd voor deze ronde. We spelen door Martine nog steeds de bovenste, middelste en onderste rij. Jongen. Zeg nu alweer niet aan de regels. Wacht maar tot die slang om zijn nek hangt. Mag het wel wat sneller alsjeblieft. Proost. Ziet er goed uit. Maar doe dat. Het is één vraag. Nee, dat niet. Witlof? Ja, van Russia Witlof. Rusja win een witlof. Hij heeft dat gewoon zelf één keer gezegd, heb ik hem daar belachelijk om zitten maken. Nu gaat hij dat iedere keer bij mij doen. Maar ik zeg geen witlof, maar ik zeg witlof. Lekker drinken, want wij drinken heel veel. Deze voor Aaron, deze voor mij, goed verdeeld. Nou, hij staat je enig hoor. Nou, dat is oude drag queen. Oh, jou kan het allemaal niet schelen. Oliebolletje erin. Is dat toch wel... Boven en onder jongens. Chocoloni pony. Ik ben nog steeds die Pimsy. Jullie wel dat alle mannen zien. Die reageert de hele tijd. Ja, maar Pim en Fabian en Jurgen. Wie het zijn. En Pim heb je al gezien. Pim had al korte haar. Dan gaan we naar de hekken sluiten vanavond. Welk nummer is dit, Pim? Heb je opgelet of niet? Ja! 75! Wij zijn inmiddels echt de bingo masters geworden. Wij raken niet onnodig ballen aan en doen ze ook niet terug. Gaan we zitten piepen? Dus wil jij Aaron lekker groot in beeld? Wil je hem lekker zien shinen? Dat was het blauwe antwoord en dat blauw is net zo blauw als zijn ogen. Hij doet niks, hè? Oh, jullie. Ja, wacht, moet ik hem bij zijn kop pakken of niet? Last Christmas, I give you my heart. Je hoort het al, Aaron wil graag dat u groepie wordt van Aaron. Ik ben helemaal wild van die lampjes. Volg hem op Insta, dit wordt helemaal leuk. Zijn adres is Markstraat 3B. Woont hij boven de zaak? Helemaal alleen. Nu wel, nu we dicht zijn. Nu feest. Dan is hij soms niet alleen en soms wel. Wel een beetje op blijven letten, alsjeblieft. Jesse was even naar de buurvrouw aan het kijken. Hij was weer afgeleid. En Frans heeft het pakket op en die heeft de boel verlaten. Frans had zijn prijs al binnen. Ik heb nog een slokje drinken. Wat is de volgende prijs? Je kan hem inhuren. Jesse van de techniek. Jesse van de techniek. Ik kan je vertellen, hij is weer beschikbaar, want dit was zijn laatste dag. Bingo, wie heeft de bingo? Gerda, welkom in de uitzending. Yo. Mooie kerstnagels. Toeteren. Ah! Congratulations and celebrations. Gerda, dat past heel mooi bij je kerstmuts. Die ziet er mooi uit hoor. Nou, die bril erbij op en jouw kerstfeest kan niet meer stuk. Heerlijk. Oh, mijn oor. Twintig keer? Dat komt natuurlijk door al die zuurpruimen. Die halen het gemiddelde naar beneden. Ja. En weet je waarom die zo zuur zijn? Omdat ze verloren hebben met een potje Monopoly. Oh. Die is goed, hè? Ja, dit is goed. Ja. Smeer. Ik smeer. Smeer. Lekker smeerkaas. Smeer. Er is een grote tas vol met een bal. Een roterende disco ball light party ding. Dus, duw dat ding in je andere lamp en je hebt een disco in huis. Nou, welke glitterbal gaat dit winnen? Voor je illegale kleine disco met de kerst. Ik wou het zeggen, maar dat zeggen we niet. Oh, dat gegel op die gasten. Ja, dit is lekker hoor. Nou. Nou. Hoe staat daar niet meer te plassen? Lekker kom erop taken. Nee, ik heb het in mijn taken gehad. Oh, die jongen zou wat gedacht hebben, was het al? Oké, jongen. Taken. Nee, die vond dat zeker leuk. Heeft er iemand bingo? Alweer? Geblazen. Oh, paranoia. Werk me op de zenuwen. Vinden mensen dit nog leuk? Dat jij altijd maar al die vette prijzen wint? Voor hun neus die prijs wegkaapt. Nou, pikken ze dit nog? Ben jij betoeterd? Jij hebt bingo! Ah! Mogen wij even een applausje? Wil je het antwoord weten? Mij niet bellen. You walk my world and know it dear. Zou zijn moeder daarbij geweest zijn? Wie is Timothy van Nicky Lauda? Pancratius, dat is een Griekse legende volgens mij. Die zijn wel zo van. Ja joh, die heeft zeker een snor. En anders had hij wel bal aan. Hey, we gaan naar een feel good momentje. We gaan naar de lichtvuur.
Hoeveel lampjes zaten er op? Heb je niet zo gezellig hoeveel lampjes waren? Heb je goed opgelet? Ik heb water, ik voel koud, ik voel pitjes. En zacht. Het ruikt niet. En dag, ik hoef niet meer. Oh, dat wordt even lekker. Zuur, zout of bitter? Welke collega zit erachter op die tong? Of zuur. Of is die zout? Of heb je een zoute collega? Ja, daar weet, ik alles van. Rick, laat Rick eens even zien. Gefeliciteerd met je, nieuwe Lea en je stringetje. Hoeveel motoren heeft die Boeing? En dan moet je de wielen niet meer rekenen. Ben je tellen. Nou op. Drie, twee, één. Handdoek. Gaat het een beetje goed met die mensen allemaal? Ik denk dat het hartstikke goed gaat met die mensen. Volgens mij gaat het goed. Lekker bezig, jongens. Goed bezig, mensen. Kom maar door met die punten. Dit vind ik wel heel erg trouwens. Cowboys Indianen is het thema. Hou je last van je broek, Aaron? Kom, ik ben niet meer op mijn gemak. Doe eens rustig, Aaron. Please, don't go. Je knalt door die camera heen. Ja. Mensen denken, wat krijg ik nou op mijn scherm? Gordroog is die. Keihard raak. Keihard voor je neus. Hartstikke mooi allemaal. In the road. Maar dit weten jullie toch? Oeh. De spanning is om te snijden. Of het is het? Wil jij nou nog even een eindstreep doen? Eindsprintje. Eindsprintje naar de eindstreep. Ik ben mentaal naar de kloten. Nou, dankjewel. Nummer 1, de winnaar van de pubquiz van Rembrandt. Zie je nu op je scherm. Gefeliciteerd. Ja, die heeft de prijs voor iedereen geregeld. Ja, en dat brengt ons bij het einde, jongens. We willen jullie natuurlijk hartstikke bedanken. En gunnen je collega's jou dit? Nee. Voor mij ben je een hele fijne collega. Allemaal nees. Oh, nou deze teambuilding dag was niet zo goed. Dat was hem, mensen. Wij willen nog wel een rondje. Wij vonden dit wel lachen. Wij kunnen dit de hele dag doen. En als je dan afvraagt, doen jullie dat? Doen we ook echt. Dit doen wij iedere dag. Even serieus. We hopen dat jullie hebben genoten van onze bingo. Dat we iedereen blij hebben kunnen maken met alle prijzen. De grote fles is voor mij, Frans. Sorry. De Rembrandt. Goud en nieuw quiz. 2020. Nou, dit was natuurlijk echt super lachen. Ja, ik heb ook gelachen. Ja. Want hebben wij jullie nu enthousiast gemaakt met je bedrijf om nog een nieuwjaarsborrel te doen? Natuurlijk doen we die. Je kan je gewoon aanmelden met je bedrijf via voor een nieuwjaarsborrel. Online, ja. Pubquiz, bingo, alles doen we.